Dan hebben we dan nog een, ja, tuurlijk, 407, Nick Dorfman. Dat zou een van die kansen hebben moeten zijn. In deze vier maandjes bij de kansen. Ja, dat is ook een aantal van twee. Dat is van de Marius op de hoek. Ladies on the track, hoor, de dames hier op die tweede positie. Zij komt heel goed mee, hoor, met het duel van deze jongen. Op die eerste positie. We kijken dan naar de man van de Amersfoorde. Amersfoorde zijn hier een jaar in de laatste. Die kijkt naar de Lagera. We gaan daar. Nou, laten we het continu terwijl hij het duel allemaal maakt. Dit is de kampioen van het afgelopen jaar. Heet Jan Kruis in de categorie boys van 6 jaar. 421. Hij gaat ook de eerste positie in de voorbeeld. Milan de Haan. Categorie de boys van 7 jaar. Daar zijn we aangekomen bij de nummer 5. En dan vier rijden door naar de finale. En die zitten dan op 5 en 6. Dat zijn deze plekken. Amor Zode, daar zijn we niet van naar te kijken. Want het is al 1 nummer 6. Van de compositie van Dick Meijering. En de zesde plek is dan voor Kas van Rammelrooy. Nou, dat is toch dat de naam eruit gaat. Van Rammelrooy op de zesde plek. We moeten allemaal van de hemel terug gaan zien. En dan zullen we het geld voor. Eerste vier rijders bij de boys van CDA. Hoeders, Bellingham, Nick en Leeders. En gaan we zeker terug zien in de rechtstreeks finale bij de boys van CDA. Want hier gaan we kijken naar twee man van Amersfoorde. Die op de tweede, de vijfde en zesde plek zitten. Dat is Donner van Bokstel en Janik van der Bijl. En aanwachten om hun nog terug te zien in die halve, in de rechtstreeks finale. We gaan naar een halve finale, dat gaan we op de plaatsen. Daar gaan we meenemen, Leon van der Verve. De bal uit het noorden van het land. Daar gaan we zeker terug zien. We zien de Flying Bikes met Alwin Zeggelaar. Ivo, Ivo Hartzuijgers. Hij zit daar op de tweede positie voor. Ik denk Henk Olsting, de man uit Apeldoorn. Die jaar al verder meegaat. Nou, hier is het verkeerd ook wel een beetje uit. Ja, dan gaan we natuurlijk. Race nummer 39, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, We kijken naar Bernard en de Hagenkamp, we kijken naar Pieter van Schijkdoorn, Sintia van Heijsberg. En dan hebben we nog drie vooraan bij de cruiser dames in deze categorie. Die zien ook wel rusten aan, met Petter van Heijsberg staan en met Petter Kieren. Of nou 1 of 2 man, dat maakt er niet zo heel veel meer uit. Dan is hij nog Chantal Drot, de zutconstructie bij die halve finale. De laatste groep van die cruiserklasse dames. We gaan kijken naar Kettiebouw opnieuw. Nou, we doen naar de 6 en 7-jarige dames. Die zijn ook getrokken voor hun derde maandje. En dan gaan we het 4 keer doen. En dat betekent dat de 11 en Martien Michelot de eerste arm in de mouw insteken. En Martien, nou, naar maandje nummer 4 mag je dat zeker. Maar kun je dan misschien Brabant kampioen doen? We zien in ieder geval Chantal van Ampen de 10 meekomen. Ja, opnieuw naar nummer 2. Jongens van 8 jaar, we zien een volgende van Rien Koegema. Hij is in de uitgeschakeld dus in race nummer 17. En moet er allemaal toch hier op de eerste vier zit. We zien in ieder geval Lady van Hansen. Hij heeft er geen last van hoor. Hij gaat gewoon deze maatje op zijn naam spijden. Net als in de vorige maatje. Hij krijgt daar Justice Factor van 1905. Luke Kuiper zit er weer bij hoor. Kuiper die uitkomt voor de lofsprint van IJssel. Zit er heel goed bij op positie nummer 2. Gaan we kijken naar Ramon Pater, de man uit Kuiper. Hij is zo moeilijk om naar de binnenkant komen ze binnen door. We kijken naar Tim Gozes. Hij is al twee keer derde geworden. Nu gaat hij daar weer binnen door bij de man uit Putten. En gaat hij dus doorstuiven naar een halve finale. En kan hij dan wat nog volhouden die man uit Putten? Nee hoor, want er komt nog een aanval. Gozes gaat door naar 2. En we zien ook die andere man uit Wieland naar voren toe komen. En dan moet dat Boris van Kessel zijn. Die winnen bij de eerste vier. En dat is belangrijk hoor. Want we gaan dus een semi-final rijden bij die jongens van 8 jaar. Volgende groep wordt er ook bij, hoor. We hebben nog twee groepen gedaan. En dan kijken we naar de afgelopen jaar Nederlands kampioen geworden. De man uit Nuland, Max van Dinter. Hij gaat ook nu aan de leiding. Dus laat zien dat hij die rood en blauwe trui aardig is. Want ik krijg nog nieuwe rijtjes met je mee. Dat is in de vorige twee maandjes. 7 van de 12 met de 4 vergaderen. Gaat hele goede zaken doen. Wessel van Holland. En gaat dit gewoon plaatsen voor een semifinal bij de jongens van 8 jaar.
achteruit hier vooraan weer het nummer 20 hoor. Ruim van Oudwijk, hij is weer heel goed vertrokken. En laat ook de kiekgras overgroeien. En laat ook zien waarom hij de sterkste is. 375, dat is de vaste afstand hoor. In Hugh Nijmeijer, hij zit er goed bij. De man uit Funksteen, van de voorharing, zit er op positie nummer 2. En we zien ook een valpartij daarachter hoor. De ene die doet die tweede blok in. Er geen last van, hij gaat proberen worden. En de man uit Nieland is last van Aten. Hij moet afwachten dat hij ondanks de valpartij zich klaar te maken. Dus hij toch nog door kan brengen tot een halve finale. Jongens van 19 jaar, ze zijn alweer een heel eind voor. Jamon Groen, de man die rijdt voor Haakbergen. Hij gaat daar geleiden en wie krijgt hij dan met zich mee? Krijgt van de Kuip is dat hoor. De man is oranje met blauw. 4-25, wij gaan Thomas Koers, Rutte Meijer, Koeman. We hebben natuurlijk ook wat grote. En dat betekent ook dat ze aan elkaar gewaagd zijn in deze categorie. Waar we dus echt.